Luisteraars, in de serie De Bruiloft van Maria volgt thans de episode In Angstige Verwachting. Alsjeblieft, moeder Maria, ik ben zo ook geweest. Oh, bescherm me, trek uw handen niet van me af. Oh, moeder Maria, laat het alsjeblieft niet waar zijn. Maria? Maria, kind, wat is er? Wat ben je? Oh, moeder, ik weet me geen raad. Kom eens even naast me zitten. Heb je me iets te vertellen? Luister eens. Ik mis iets in die wasmand hier. Niet alleen vandaag, maar al een hele poos. Ik mis iets bij het wasgoed, Maria. Kijk je toch? Wat heb je gedaan? Stil maar. We vinden wel een oplossing. Ik moet er even heel goed over nadenken. Als vader erachter zou komen, dan zou hij hem vermoorden. En als meneer Pastoor erachter komt, dan kom ik in de hel. Stil maar. Ze worden misschien boos, maar ze vreten je echt niet op. Dan ben ik er ook nog. We vinden wel iets. Je moet gaan biechten bij Heron Fernando. Nee, moeder, dat wil ik niet. Heron Fernando heeft ook zijn biechtgeheim. Die houdt zijn mond. Maar jij zult eerst je zonde moeten biechten. Die steen moet van je hart. Je moet het reinen kunnen komen met jezelf en met God. Ik bel vanavond nog naar het patershuis en vraag me voor een kopje thee voor ons thuis. Dan hoef je ook die gang door Rijk niet te maken. Kom kind, het is de enige weg. Naar binnen, kopje thee en dan aardappels schillen. Ja, moeder. Maria? Wie is de vader, Maria? Maria, ik moet weten wie de vader is. Nee, moeder. Dat vertel ik nooit. Maar waarom dan niet, Maria? Is je geheim dan zo groot dat je het moet verzwijgen? Luisteraars, in de serie De Bruiloft van Maria volgt thans de episode De Biecht. In naam de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Wees gegroet, Maria. De Heer is met u. Vertel, Maria, welke zonden verbergen zich in die engelachtige verschijning? Heron, ik vind het erg moeilijk. Als het je te zwaar valt om het hard op te zeggen, Maria, in mijn oren misschien? Mijn God. En verder? Tja, dit is toch overduidelijk een noodgeval. Ik heb contact met mijn goede vriend Pater van Nien. Hij leidt de zusters van Augustinesse, dat is een klooster in Utrecht. Dat noemen we meisjesstad, die gevallen meisjes opvangt. Geval? Hoe bedoelt u? Zoals ze dat zeggen, direct rijp voor de hel of zo? Nee, meisje, God zal ons ten alle tijden genadig zijn. Maar bedenk wel dat je meteen naar het huis weg moet voordat de kenmerken zich aan de buitenkant laten zien. Maria in het klooster. Ze laat ons weinig keus. Het is een passend offer. En ik denk dat Gijsbert erg trots zal zijn dat zijn Maria hiervoor kiest. Ook al zou hij hopelijk nooit weten wat de aanleiding is geweest. En de baby? En de baby? De vrucht van jouw zonde. De vrucht van mijn schoot. De vrucht van jouw zonde. De baby. De baby kun je niet houden. Mogen deze biecht uw ziel verlichten en de opgelegde penitentie uw zonden uitwissen. Ego te absolvo et peccatus tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dank u, Heron. Morgen haal ik je op met mijn auto. Mijn koffers pakken me zorgen dat je voorbereid bent op een lang verblijf weg van hier. In de klooster zul je kennis maken met een van de Augustinissen die vroedvrouw is. De zusters zullen je mogelijk helpen aan een passende opleiding. In de zorg of het onderwijs, daar is behoefte aan. Het is allemaal voor je eigen bestwil, dat begrijp je toch? Zo neem je de schande weg van de familie. Dat is het offer dat je moet brengen. Vind er tijd om na te denken. Ja, Heron. Wees gegroet, Maria. Maria?
Ja, hier ook. Wie is de vader? Luisteraars, in de serie De Bruiloft van Maria volgt thans de episode Maria's Bedevaart. Nou meid, heb je alles bij je? Je kamisooltje, extra verschoningen, je kruisbeeldje, oh, je rozenkrans. Ze mochten eens denken dat je geen goed katholiek bent. Dit zijn allemaal goede vrouwen. Beter dan die zusters van liefde krijgen van barmhartigheid aan de andere kant van Utrecht. Hero Fernando heeft het prima geregeld voor ons. Voor jou. Oh, Geertje, even Maria gedag zeggen. Je gaat er een tijdje niet zien. Dag, lieve zus. Ik ga je missen. Het gaat hier thuis een stuk minder lollig worden. Moet je echt dat klooster? Wie heeft je? Dat moet ik van mezelf, zusje. Het is niet anders. Later begrijp je het wel. Weet Joost hiervan? Moet ik nog een bericht overbrengen? Hij is ontroostbaar als hij niks over je gehoord heeft. Doe hem de goed. Wil je zeggen dat ik van hem... Hij moet weten dat ik... Ja, ja. Ik zal eraan denken. Het beste, zus. Oh ja. En ik zal met de moeder overste bellen om te kijken of ik heel misschien even mag aankomen. Zo over een maand of zes of zo. Johanna, we moeten gaan. Zuster Fulberta verwacht ons om 2 uur aan de poort. Gijsbeth, zeg je dochter even gedag. Nou heb ik een dochter in het klooster. Zuster Maria. Dat is een mooie roeping. Ik zou zeggen, doe je best. Dat heb ik ook altijd gedaan. Het is de beste keus, vader. Dat zult u zien. Mam. Moeder. Zult u schrijven? Kom. Johanna, het is het beste dat Maria voorlopig even niets van je verneemt. Dat ze in solitas divinus verkeert gedurende de komende maanden. Dat zal haar geest reinigen. Ik zal de moeder overste verzoeken je welwillend te woord te staan als je belt om naar Maria's toestand te vragen. Wel nu, ik ga. Dag mam. Dag moeder. Wees sterk, meid. Thank you.
Met wie heb ik de eer? Ah, Pater Fernando. Gehele tijd. De dame in kwestie ongeschonden de reis doorstaan, mag ik hopen? Kom erin, lief kind. We hebben een bed in de slaapzaal voor je klaarstaan. Maar eerst maar eens kennis maken. En een kopje thee. U mag uw nichtje gedag zeggen, Pater Fernando. Wel nu, Maria. Hier begint je nieuwe leven. Mogen God je genadig zijn. Ik wens je een louter het verblijf toe in dit huis. Heron. Maria? Nou, wat is dat met kinderen van ongehuwde moeders? Dat ze ongedoopt niet in gewijde grond mogen worden begraven en dat ze om de eer van hun familie te redden moeten worden afgestaan. Wat is dat? Waar staat dat, Heron? God is barmhartig, Maria. Zo staat het geschreven. Welkom in ons gezegende huis, mijn kind.